Ik ben al een week aan een stuk een supergroot geheim aan het bewaren. We zijn dus een goede twee weken geleden naar Kos geweest. We zijn er onze ringen verloren, zoals je kon zien in die video. Er is iets ongelooflijk dikke kak gebeurd. Ik ben mijn trouwring kwijt. Als het aan deze vinger zit, mijn trouwring. En dat is echt dikke kak. Want we zijn 7 jaar getrouwd en mijn trouwring kwijt en dat sukt. Je gelooft niet wat er aan gebeurd is. Het klinkt als een clickbait-titel, maar ik heb een telefoon gekregen van Neckerman en ze zeiden van: zouden jullie niet terug willen gaan naar Kos om te trouwen? Op onze kosten. En je mocht vrienden meepakken. Ja, tuurlijk heb ik ja gezegd. Maar het is één ding. Dever is niet op de hoogte. Ik wil het een verrassing houden. En dat is ongelooflijk moeilijk. Mijn moeder gaat mee, Debra haar moeder gaat mee en Debra weet nog altijd van niks. Ik heb me al één keer bijna verklapt dat ik zei van ja, we gaan niet naar die babyworld kunnen gaan. Ah, waarom niet? Omdat ik dan iets moet doen voor Hooray. Oh, dat was een nippertje. Maar ik begin beter te worden, ik begin het te vermijden, dus het lukt wel. Ik zit nu in de volgende fase. Debra heeft natuurlijk een trouwkleed nodig. Ik heb daarvoor gevraagd aan het meisje Elisa die vorige keer het trouwkleed van Debra heeft gemaakt bij onze eerste huwelijk, of zij iets kon maken voor Debra. Ja, die camera. Dat is natuurlijk moeilijk, want Debra mag van niks weten. En dus zei Elisa, kijk wat naar haar kasten, neem een kleedje mee dat je mooi vindt, geef het aan mij en ik maak iets daarop gebaseerd. En dat ben ik nu aan het doen. Maar ja, het is niet evident, hè, want hier zit wel van alles tussen dat ze mooi mee is. Ik dacht, ah, moeilijke keuze. En als het trouwkleed in orde is, dan moet ik nog zorgen dat de ringen in orde zijn. Wow. Ik ben bij Neckerman. Ik kom vandaag bespreken met Amelie hoe we het gaan aanpakken om Debra te verrassen. Hoe gaan we dat trouwkleed er krijgen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze niet ziet dat haar vrienden daar zijn? Allemaal dingen dat we moeten regelen, dat we eens moeten bespreken. Het is nu 4 september. Het is nog 1 maand dat ik het moet geheim houden. En ik krijg de eerste foto van het trouwkleedje. Ik krijg al vragen rond het trouwkleed. Van Elisa die eraan bezig is. 15 september, nog 2 weken en moet klaar zijn. Vandaag 20 september, het is een week. Nee, 10 dagen voordat we vertrekken naar Kos, voordat we gaan trouwen. Ik heb nog geen ringen, dus dat ga ik nu even zoeken. Hallo. Wat zeg je? Ik heb een vlog van daar de camera. Dat ik, we zijn 7 jaar geleden getrouwd en we zijn hier verloren. Ik heb de ringen, de trouwkleed zijn ze bezig. Dus we zijn goed op schema. Ik hoop echt dat Debra er ook zin in heeft. Dat is echt. Gaat jij die bewaren? Shit. Nee, ja. Nee, shit. Ja, dat is gewoon een subtiel ook. Dat... Ja, hè? Ja, mind. Ja, doers. Nicole, ga je hier zorgen voor de ring? Ja. Ga je ze heen meepakken naar Kos? Ja, ik heb meepakken. De vrouw weet nog altijd niet dat we volgende week gaan trouwen. Fantastisch hier. Het is voor spanning. Ik zeg daar, ze heeft echt geen enkel idee. Goed, hè? Dat zie ik van echt niets, niks, totaal niks. En van Kos ook nog niks? Niks. Het is woensdag 27 september. Nog 4 dagen voor 1 oktober, het moment dat we gaan trouwen. We hebben net de allerlaatste doorloop van het hele scenario gedaan met Amelie en Vincent. Het is echt super spannend. Ik hoop dat alles loopt zoals plan, want er is voorlopig niet echt een plan B voorzien. En mama ziet zitten, de surprise trip. Begint toch wel eens een kinderen, nou ja. Je weet ook nog altijd van iets, hè? Je weet nog van iets, hè, van de grote? Ja. Ik ga het niet zeggen, want je gaat het anders zeggen. Maar... Morgen ga ik aan Debra zeggen dat we vertrekken naar Kos. Stress. Ik wil vooral dat het een grote verrassing blijft allemaal. Dat is het belangrijkste voor mij. Dus ik hoop dat iedereen meewerkt. En ja, familie, vrienden die van niks wisten dat wij nu gaan trouwen. Sorry, maar ik kon het niet riskeren om het jullie te vertellen. Want het ging te makkelijk te ontdekken zijn anders. Het wordt een spannend avontuur, hè? Spannend avontuur. Het zal wel zijn. Het is vrijdag namiddag, de spanning is te snijden. Binnen een paar uurtjes ga ik daar vertellen. Ik ga vandaag zeggen tegen Debra. Schat, ik heb een verrassing. Je zegt altijd dat ik niet goed verrassingen kan doen voor jou. Wel, deze keer heb ik u echt verrast. Ik weet al een maand lang dat wij opnieuw naar Kazakoek mogen gaan. Ik ga zeggen aan Debra dat dat komt omdat ik een Engelse versie moet maken van de video. Van onze moment dat onze trouwringen verloren zijn. En als ze dat gelooft, dan beginnen we met dit plan. Zaterdag 12 uur vertrekken wij met vliegtuig naar Kos. Zondag 10 uur gaan we vertrekken op excursie. We gaan naar een wine tasting, we gaan een olijfoliefabriek bezoeken of zo. En ondertussen, om zondag, om 11 uur, komt de familie en de vrienden aan in Kazakoek in Kos. Met het trouwkleed dat zij dan afgeven aan de receptie. Wat er dan gebeurt is,
dat om 16:15 wij terug aankomen aan het hotel in Casa Cook. De mensen van Casa Cook komen met de dress naar onze kamer en ik zeg: schattige, surprise, we gaan opnieuw trouwen. Je hebt een half uur om je klaar te maken. Daarna, dus, heeft ze haar trouwkleed aan, heeft Rijs een kostuum aan, heb ik mijn kostuum aan. En gaan we dan om 17 uur naar het strand. En daar zou iedereen moeten wachten, familie en vrienden. En dan gaan wij trouwen. En ik hoop echt dat het plan werkt, dat alles verloopt zoals dit plan. Want het is plan A, want er bestaat dus geen plan B. Ik ga zo meteen naar huis om te vertellen aan Deborah dat ik een verrassing heb. En als alles goed gaat, zal deze video automatisch verschijnen op zondagavond en zouden we ondertussen moeten getrouwd zijn. Zo fucking spannend! Ah! Wat ga je doen? Wacht, kom. Ga je in de douche, schat? Wat dan nu? Oh. Hé? Wacht. Ik ken iedereen. Ja, wacht hé. Schatke? Vertrouw je mij? Oké. Okay. Hij zegt altijd dat ik je nooit kan verrassen, hè? Maar hij zegt dat altijd. Oké, ik heb een verrassing. We gaan vertrekken morgen naar, om 12 uur naar Casa Cook in Kos. Voor een week. Serieus? Ja. Hoe je dat? Zijn vrouw ook een Engelse versie wel omhoog ervan. Ziet zijn? Ja. Oei oei oei. Ga nog een keer op prijs. Oké, dat is juist. Die verrast? Ja, ja.